Heel erg goed dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Angelina. Ja, en mijn vader is net weg. En mijn moeder en mijn broer liggen nog te slapen. En mijn zusje is nog bij mijn oma, zo te zien. Nou, maar we hebben het in ieder geval heel leuk gehad. En het is Rosalind en mijn samenachtje de hele week. Ja. Nou. Tot zo. Hoi. Het is ochtend en de licht schijnt. Hier is mijn moeder. Hoi. En zo meteen moet ik de prik. Dat weten jullie al. En Rosalind ook. En het is ons samenachtje. Yay. De hele week. De hele week zaterdag? Dat is zaterdag en zondag. Nou, het is geen zaterdag of zondag. Oh, jee, jee. En het is... was vanochtend weer lekker vroeg. Ik heb trouwens wel lekker geslapen. Ik heb nog steeds pijn. Dus alles doet me lekker pijn. Maar ja, goed. Blijven bewegen is het beste, wat ik al zei. En ik ben super trots op mezelf dat ik toch gewoon doorga en me niet ziek meld. Dus komt allemaal goed. Duimpjes omhoog voor mij. En duimpjes omhoog zo meteen voor mij. Als prikkies. Prik. Nou, hier zijn jullie nou weer. Ik heb het in de ochtend ook al volgehouden met vloggen. Oh, sorry. Sorry. Maar Rosalind, als jullie kijken, kijk en doe een blauw duimpje omhoog dan. Ik ga zaterdag ben ik er niet, want ik ben dan bij een heel speciaal meisje. Dat is Rosalind. Dat is Rosalind. Oh, sorry. Rosalind. En hier is mijn broer. Kijk, dit is mijn broer. Hallo. Hey, wij gaan. Nou ja, ik niet. Angelina gaat. Wat ga je doen? Wat moet je doen dan? Prikkie. Prikjes halen. Ik ben benieuwd hoe zij het doet. En Sam, mijn eerste vriendje, ja, die heeft net ook prikjes gehad, hè? Ja. Maar we gaan even een stukje lopen. Toen staan we ergens helemaal achterin. Doei! Drink. Nou jongens en meiden, ik ben een spel aan het spelen met Angelina Luciano. Wildlife. En ik begrijp er geen ene drol van. Ik krijg nu een vraag over hyena's. Er zijn hyena's geloof dus, hyena's? Ja, zijn hyena's. We moeten een multiple choice hebben, ABC. Dus ik ben benieuwd welke het gaat worden. Wat voor soort geluid maakt een hyena? Hij loeit, hij blaft of hij lacht? Denk ik. En het antwoord krijgen we binnen 2, 1, 0. Joehoe, en het was C. Hij lacht, dat zei ik jullie al. Ik mag een kaartje pakken blijkbaar. Heb je ook kaartjes? Ik snap alleen niet wat ik ermee moet. Maar... oh, ik heb nou een andere, kijk. Jij mag niet kijken naar mama's. Dus, maar goed, ik ga het wel spelen. Ik zal waarschijnlijk wel verliezen, omdat ik toch niet weet hoe het moet. Dus nee, dat scheelt dan ook. Het dus. Scheelt niet, want je moet ook nog terug, hè? En ja. Daarna, moet gewoon die hele survival ding op. Wacht, ik ga jullie dat bord laten zien. Nou, kijk, zo ziet het eruit. Ik sta daar. En dan moet je helemaal zo... zo... zo, en dan moet je daar belanden. En dan moet je weer helemaal terug. En dan moet je daar weer zo'n rondje maken. En, ja. Waar sta jij, mama? Ik zit hier, ik sta niet. Waar sta jij met je autootje? Groen. Ik weet niet, in de bossen, bij de olifant en de... hier. En de luiaard of zo. Luipaard. In het genot van een chocolaatje. We hebben gewoon een melkchocolaatje dit keer, want ik vind ze niet zo heel deze leuk. Deze zijn lekker. Mag ik ook een melkchocolaatje? Yeah. Oké, okay, doe maar. Kijk, we hebben melk en we hebben praline. Praline met vind praline. Ik lekker. Het is wel lekker, maar... ik melk is veel lekkerder. En Praline gaat melk proberen. Oké. Okay. Hallo, dames en heren. Super tof,
opnieuw een nieuwe vlog. Maar dan bleek je aan en ik moet nu even schoenen van mijn moeder halen. Ja, ja. Ken je dit liedje? Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Ben je voor het eerst hier of ben je al bekend? Stamp met je grote handen in je zij. Ik ben Ank en wie ben jij? Het gaat steeds zo verder, maar dat doen ze er niet in. Want anders is luister moeder veel te lang. Maar... Maar adios, amigos. Nou, ik moet adios niet doen. Vragen jullie over Mario Kart? Hebben jullie boos nog niet? Ik ga wel doen. Dankjewel. Auw. Kijk, hier is mijn moeder. Goedenavond. Nee. Dat was het. Als jullie is weg. Ze zag die toch niet. Oh nee, ze zien je nog heel wazig. Zo, het is inmiddels avond. En ja, ik heb blijkbaar gewonnen. Nou, we hebben het spel eigenlijk niet afgemaakt. Maar ik had dus wel gewonnen volgens Luciano. Maar ik denk dat hij de spelregels een beetje naar zichzelf heeft toegebracht. Zelf heeft verzonnen. Want wat ik alweer had gelezen, klopte er geen ene rol van. Maar goed, het was in ieder geval een leuk spel om te spelen. En binnenkort doen we hem even overnieuw met de echte spelregels erbij. Dus ja... Maar goed, Angelina heeft dus de prikjes vandaag gehaald. En zo stoer ze was, buiten de prikzone, hoe huilend ze eruit kwam. Nou, ze wou dus echt niet naar binnen toe. Echt, nou ja, die lijkt echt op mij. Om maar zo te benoemen. Toen ik zo oud was en die prikken kreeg, ik weet nog goed, konden we rondjes rennen eromheen. En zeg maar, ja... En ik was dus weggerend vroeger vanwege die prikken dat ik niet wilde. Totdat ze me eindelijk hadden te pakken. Dus ja, en dat deed Angelina op een gegeven moment, wilde zij dus ook wegrennen. Maar ja, zij is in ieder geval niet zo ver gekomen als dat ik was gekomen. Dus zo slim was ze nog niet. Maar goed, in ieder geval, ik ben super trots op Angelina. Ze heeft nu de 9-jaarsprikken gehad, dus voorlopig hoeft ze even niet meer. Dus ja. En verder, ja, Ferdinand die is er niet. Die is, die had zich ingeschreven voor de ouderraad. Dus ja, die gaat daar lekker heen. Dus dat ook nog eens. En het komt wel goed allemaal waarschijnlijk hoor. Zeker. Ja, ik ben benieuwd hoe hij het heeft gehad. Die zit nu al vanaf 8 uur zit hij in een gesprek. En het is nu, even kijken op mijn telefoon. 10:15. Maar dat duurt volgens mij tot 10:30 of zo. En dan komt hij terug. Dus ja. Yeah. Wel super gezellig. Even zo alleen met de kindjes. Dus, maar die liggen inmiddels al wel te slapen natuurlijk hoor. En die wilden bij elkaar slapen. Dus die liggen samen op één kamer in het stapelbed. Want mijn oom is er natuurlijk nu nog niet. Dus ja. Dat dan. Die komt morgen thuis. Ik ben echt super benieuwd. En morgen ga ik naar de kapper toe. Ga model zitten. Dan gaan mijn haartjes gaan in laagjes geknipt worden. Dus het is nou best wel zo. Dus gaat een stukje korter worden. Ik denk zoiets. Ik denk dat zoiets afgaat. En allemaal laagjes erin. Dus dat gaan jullie morgen zien in de vlog. Ik zal wel stukjes filmen. En ik ben benieuwd hoe het me gaat staan. Ja, nieuw ik. En daarover gesproken, een nieuwe ik. In de volgende vlog. Ga ik jullie daar meer over vertellen. Ik, ja. Ik heb binnenkort een afspraak ergens. Dus, ik zeg even nog niks. Maar goed. Dus, nou verder. Ja, doordat ik die afspraak heb. Moet ik wel een ding laten gaan. Ik zou eigenlijk de 28 maart. Zou ik met Angelina weer naar K3 gaan. Maar dat gaat hem dus nu niet worden. Dus dat,
Ja, dit is even wat belangrijker waar ik nu naartoe ga. En ja, als ik dat wil gaan doen en wil bereiken wat ik wil, dan moet ik dat eventjes... Ja, moet ik naar die afspraak gaan en niet naar K3 met Angelina. Soms moet je beslissingen maken, dus ja. En Ferdinand kan daar niet heen gaan met Angelina naar K3, want die gaat met mij mee, dus op het gesprek. Maar oké, ik ga er even tussen. Ik ga deze vlog afsluiten. Het is een korte vlog geworden. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer even op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En abonneer of like ook even voor die foto daar. Oeh, wat een leuke foto. Van mij en Nick. Ah. Nee, een grapje. Nee, ja, dat ben ik wel met Nick, maar je hoeft er niet speciaal op te liken hoor. Als je hem niet leuk vindt, dan prima ook niet. Maar ik vind hem wel nog steeds heel leuk. Gaat weer lekker nergens over. Ik ga hem afsluiten. Ik wens jullie een hele fijne avond nog. En anders een fijne dag. Het ligt eraan natuurlijk wanneer jullie hem bekijken. En we zien jullie bij een nieuwe vlog. Van de Langes. Duimpje.